Deelnemers verzamelen. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren. De paarden gaan verzamelen voor de achtste koers. De graskoers, bandenstart, twee banden. Paarden draaien in. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de graskoers. En het is na de start aan de binnenzijde Barbara die de leiding heeft. Barbara op de tweede plaats Automatic Frisia. Derde aan de binnenzijde is dan Tom de Corneville. En die wordt in aangesloten vorm gevolgd door Husky Littoral. De drie overige paarden die hebben... vele meters toe te rijden. Een kleine galoppade zagen we van Pompon Bolero, de nummer 7. Die ligt laatste paard, voorlaatste is Jan de Milman. En twee na laatste, maar dichter bij de koppaarden, is het Petit Javnet. Paarden gaan dan de Klingendaalbocht in. En Automatic Frisia leidt nog altijd. Barbara op de tweede plaats en de buitenzijde Husky Littoral. Daarachter volgt dan Ton de Corneville. En in aangesloten vorm treffen we daarachter dan Petit Javnet. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. Op enkele lengte volgt dan Jan de Milman en Pompon de Bolero. Paarden aan de overzijde van de baan hebben nu nog 1300 meter af te leggen. En het is nog altijd Automatic Frisia die leidt. Automatic Frisia is de leider. Op de tweede plaats zien we dan Husky Littoral. In derde stelling is het nu Barbara. Dat zijn de aanvoerders met schuin daarnaast staan de buitenzijde Petit Javnet. En laatste van dat groepje is op dit ogenblik Ton de Corneville. Nog altijd op jacht naar aansluiting. Uitgeschakeld paard nummer 7. 7 galop. Bolero die hoeft niet meer te jagen, want die is uitgeslagen en uitgeschakeld. En Jan de Milman is laatste van het peloton. Paarden zijn einde overzijde. Gaan de laatste bocht in. En de kop is overgenomen door Husky Littoral. Husky Littoral is de leider als de paarden halverwege de bocht zijn. Petit Javnet op de tweede plaats. Dat zijn de eerste twee. Daarachter ligt in derde positie dan Barbara. De vierde plaats voor Automatic Frisiaan. Vijfde is Ton de Corneville. Paarden gaan de laatste bocht uitkomen. Trekken dan richting laatste rechte lijn. Met nog aan de kop als de paarden dan de bocht doorkomen. Husky Littoral. Husky Littoral leidt de paarden de laatste rechte lijn in. Daar komen de aanvallen van alle kanten aan de buitenzijde. Komt ook Petit Javnet wat opzetten. Die gaat proberen competitief te worden in het midden van de baan. Paarden zijn in de laatste 400 meter. Husky Littoral is nog altijd de leider. Aan de buitenzijde komt Petit Javnet naar voren. Petit Javnet gaat de leiding overnemen. Husky Littoral lijkt het beste te hebben gegeven. Kan Barbara zo dadelijk nog schieten? Komt nu van de rug van Petit Javnet. En komt met een eindschot. En Barbara is een gevaarlijk paard. Hier op het gras. Petit Javnet aan de binnenzijde, aan de buitenzijde komt Barbara. Barbara erop en erover. Barbara, Rick Ebbingen, de grasbaanspecialist bij uitstek. Op de tweede plaats Petit Javnet. Daarachter volgt Ton de Corneville. Gevolgd door Husky Littoral, Automatic Frisia, Jan de Meelman.